Dank u wel. We maken even snel een rondje. Nee, begrijp ik. Ja. Kort en krachtig. Ja, dus in mijn bijdrage heb ik het nogal gehad over remigratie. Er is nu een remigratieprogramma. Dat wordt op dit moment uitgefaseerd. En in 2025 zou dat helemaal gaan stoppen als er niks verandert. Zou de minister niet willen kijken of we dat remigratieprogramma kunnen heractiveren, verbreden? Dat je dus mensen geld geeft, mensen steunt. Het hoeft helemaal niet op een vervelende manier te gaan. Hè? Dat je zegt, jongens, 50.000 euro als je je paspoort inlevert en teruggaat naar je land van herkomst, ja, of van het land van herkomst van je ouders of grootouders. Dat kan prima geregeld worden. Wil de minister dat onderzoeken? Ja, voorzitter. Kijk, wat ik al eerder heb gezegd, dat kunt u ook lezen in het hoofdlijnenakkoord. Ik zet in op beperken van de instroom. Dan maak je de eerste slag, want je moet niet gaan dweilen met de kraan open. En ik ga natuurlijk ook inzetten op uitstroom en terugkeer naar het land van herkomst. Want daarom wil ik dus ook geen verblijfsvergunningen meer voor onbepaalde tijd uit gaan geven. Dan wil ik met een wetsverandering voorkomen dat dat niet meer kan. Zodat op het moment dat hier iemand bescherming geniet en het thuisland is beveiligd, dat ze terug kunnen naar het land van herkomst. En ik wil ook dat mensen dan gaan meewerken aan terugkeer door strafbaar te stellen als men niet meewerkt aan terugkeer. Heel kort. Fantastisch. Heel kort. Ja, nee, ik heb gewoon twee vragen. Net als iedereen. Zeker. Ik heb netjes mijn beurt gewacht. Ja. Dat is heel goed. Steunen wij. En ik wil ook uitspreken dat de asielcrisiswet of de noodwet, wij zullen dat volledig steunen. We staan 100% achter de minister wat het terugdringen van de netto-migratiesaldi is. Maar ik neem aan dat de minister het ook gewoon met mij eens is, dat als je de komende 30 jaar een migratiesaldo van nul zou realiseren, dat Nederlanders alsnog een minderheid worden in hun eigen land. Dus je zal gewoon linksom of rechtsom remigratie moeten hebben, wilden we Nederland voor de toekomst behouden. De minister. Dat moet de minister toch met mij eens zijn. Dit is een herhaling van uw eerste termijn. De minister. Nou, dit moet ik eerst eens even laten bezinken, want hier heb ik verder helemaal niet verder mee bezig gehouden. Waar ik mee bezig hou is het inperken van de instroom en het juist stimuleren van uitstroom. En voor de rest, ja, ik kan nu nog niet bekijken hoe dat in 2050 eruit ziet. Ik weet ook niet hoeveel kinderen bijvoorbeeld mensen willen krijgen. Ja, dat kan ik niet zien. Dat zijn allemaal privézaken. Ja, ik kan niet in een glazen bol kijken. Het enige wat ik kan doen is zeggen van wat ik al eerder heb gezegd, beperken van de instroom en het stimuleren van de uitstroom. Dat dus, is ik nu ga u echt onderbreken, als halen we niet.